Robert Molenaar, morgen wacht de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Wat voor duel verwacht jij tegen het beloftenelftal van PSV? Nou, we kunnen ons borst wel nat maken, moet ik zeggen, hoor. Want PSV die heeft nou een paar jaar achter elkaar iedere keer een heel aardig team dat ze op de been brengen. Allemaal jongens die creatief vermogen hebben voorin, veel snelheid. Ja, jongens die enorme potentie hebben. En daarnaast hebben ze een heel aardig uitgebalanceerd spelconcept. Dus we kunnen er echt tegenaan. Hoe zijn jullie uit die eerste wedstrijd tegen Roda gekomen? Waarbij jij toch wel een beetje met gemengde gevoelens op terugkeek. Nou ja, het is weer een goede stap in het leerproces. En dat verwachten we ook, hoor. En dat zal aankomend, dat zal morgen niet anders zijn. We nemen het iedere keer weer mee om dingen aan te scherpen en beter te maken. Dus ik denk dat wij zeker in de laatste fase veel meer de creatieve mensen hadden moeten zoeken. En daarin werden we eigenlijk wat ongeduldig met wat lange ballen. Daar waar hij eigenlijk veel beter naar de zijkanten kon. Daar hadden we ook Kenneth voor ingebracht. Zodat we via hun creativiteit wat dichter op de goal zouden kunnen komen. Dus dat nemen we mee. Maar we nemen ook een hoop goede dingen mee. Maar al met al willen we wel wat meer voor de goal komen en wat meer aandringen. Zodat een tegenstander het wat moeilijker heeft. Verheid viel geblesseerd uit. Is hij 100% fit voor Jong PSV? Nou, hij heeft vandaag in ieder geval mee getraind. We kijken even hoe hij morgen reageert op deze training. En dan ziet het er naar uit dat hij fit is. Maar als we een beetje op de training afgaan, start misschien Harrison wel in de basis naast Gosling? Misschien wel. Jelle Gosling, jong talent, kreeg een profcontract deze week, zijn eerste. Ben je gecharmeerd van hem? Dat moet haast wel, want je liet hem debuteren. Wat maakt hem zo goed? Nou, sowieso zijn werkethiek. We moeten iedere keer het veld weer opnieuw prepareren als hij bezig geweest is. Zoveel power laat hij zien. Maar daarnaast is het op basis van die power, pakt hij zijn goals mee. Hij is heel leergierig. Dat betekent dat die dingen die hij aangereikt krijgt, dat zie je ook meteen terug. Dus er zit gewoon enorm veel potentie in die man. Dat mag je belonen, vind ik. En dat heeft hij vooral zichzelf ook gedaan. We hopen daar nog veel plezier van te hebben. Het is wel wat, want hij laat de spits van vorig jaar, hè, onomstreden in de slotfase van de competitie, Stijn Meijer, bijvoorbeeld op de bank. Die mocht ook tegen Roda niet invallen. Ben je niet tevreden over Meijer momenteel? Nou, de concurrentie die zich voordoet, daar ben ik heel erg tevreden over. En het zit allemaal best wel dicht op elkaar. Dus het is niet zo dat we mensen buiten de basis laten. We kiezen er juist voor dat degenen die het goed gedaan hebben binnen de basis komen. En daarmee wil ik helemaal niemand afserveren, want daar doen ze het allemaal veel te goed voor. Opvallend dingetje op de training was dat Dico Koppers niet aanwezig was. En Blackson misschien wel linksback gaat spelen. Wat is er met Dico Koppers? Natuurlijk vorig jaar behoorlijk gesukkeld met blessures. Ja, Dico die is wat zwaar neergekomen met zijn voet op de op de grond, waardoor hij wat last heeft van zijn hiel. En dat heeft dusdanig veel hinder. Er zit gewoon een beurzenplek onder. En daar kan hij niet goed mee functioneren. Dus kunnen we een streep door zijn naam zetten wat betreft Jong PSV? Ja. De hielblessure en hoe lang verwachten jullie dat hij uit de roulatie is? Nou, we hebben deze week wel gekeken om of hij weer mee kon trainen. Nou, daar was het te vroeg voor. Maar ik verwacht niet dat het een langdurige kwestie is.